Beste kijker, het is vrijdag, dus weer tijd voor uw eigen programma SZF Magazine. In deze aflevering zullen wij praten over SZF-kantoor Lelydorp, tegemoetkoming opticien brilkosten, voordelen SZF-verzekering, 31 oktober Diwali, oktober Breast Cancer Awareness Month en SZF Fitness Workout. Wij wensen u veel kijkplezier toe. Is het tijd om uw SZF-premie te betalen? Bezoek dan onze website www.sztf.sr voor meer informatie. Kies jouw bankinstelling en maak het premiebedrag over. Vervolgens stuur je je betalingsbewijs naar het WhatsApp-nummer. Geef in het bericht ook aan op welk telefoonnummer u de SZF-kaart wenst te ontvangen. SZF Online Diensten. Op afstand, maar toch dichtbij. Het SZF wil u als verzekerde zoveel als mogelijk tegemoetkomen. Daarom is er in haast elk district een kantoor waar u als verzekerde terecht kunt. Ook in Lelydorp, in het district Wanica, hebben we een kantoor. U kunt er terecht voor het aanvragen of verlengen van uw verzekeringen, bijschrijvingen, uitschrijvingen, premiebetalingen, afhandelen van restitutie, duplicaatkaarten, artswisselingen, tandheelkundige verzekering, het aanvragen van ontheffing, aanvraag thuiszorg, aanvraag van verklaringen en het inwinnen van informatie. Voor het verlengen van verplichte verzekering, ambtenaren, is nodig ID-kaart van alle verzekerden boven 16 jaar, SZF-kaart of SZF-kaarten, laatste loonslip, familieboek bij gezinnen, schoolverklaring en SZF-uittreksel bij studenten ouder dan 21 jaar. SZF-uittreksel in geval van concubine, en aanmeldingsformulier bij nieuwe aanvragen. Het adres is Indira Gandhiweg nummer 500. Telefoon 367-587. De openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 7 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. En de kassa is open van 8:30 's morgens tot en met 2 uur 's middags. Verlenging verzekeringskaart vrijwillig verzekerde. App uw betalingsbewijs naar 860-8141. Laat ook weten of u een digitale kaart of een hardcopy wenst. Wist u dat u om de 24 maanden recht heeft op de tegemoetkoming van een bril, een montuur met glazen? Wat u nodig heeft om in aanmerking te komen voor restitutie. U dient uw bril aan te schaffen 24 maanden, dus 2 jaren na de aankoop van uw laatste bril, de laatst ingediende nota. Uw nota of kwitantie mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Een brilvoorschrift van de oogarts of optometrist of polyklinisch paramedisch verwijsbrief van de huisarts. SZF-kaart en ID-kaart. Wilt u weten als de 24 maanden reeds verstreken zijn? Mail dan naar crm@statiekenfonds.sr of info@statiekenfonds.sr of bel naar de afdeling CRM op het nummer 134. U kunt ook appen of sms'en naar 860 8370 of
860-760-7680. Let wel, voor een verwijzing naar een paramedicus, opticien, optometrist enzovoorts, heeft u een polyklinisch paramedisch formulier van de huisarts nodig. Dus geen verwijsformulier voor de specialist. Voor een vlotte afhandeling van uw restitutieaanvraag wordt u verzocht om hierop te letten. Wist u dat u met de SZF-verzekering toegang heeft tot huisartsen en specialistenhulp? Alle medicamenten uit de Nationale Geneesmiddelenklapper, verruimd door het SZF, opname derde klassen in alle ziekenhuizen en laboratorium- en röntgenonderzoek in zowel particuliere als overheidsinstellingen. En nog veel meer. Nieuwsgierig? Bezoek onze website szf.sr en de FB-page van de Stichting Staatsziekenfonds. Of bel met ons Customer Relationship Management op 134. Wat moet u als SZF-verzekerde doen wanneer uw huisarts afwezig is, maar u heeft behoefte aan een medisch consult? Is uw huisarts niet in staat haar of zijn praktijk te voeren, dan mag u gebruik maken van de diensten van zijn of haar waarnemers. De waarnemers zijn verplicht u te helpen gedurende de afwezigheid van uw huisarts, zonder betaling daarvoor te vragen. Uw huisarts moet ook een zichtbare bekendmaking over de waarneming plaatsen bij zijn of haar eigen polykliniek. Diwali is het Hindoefeest van het licht, gewijd aan Mahalakshmi, de godin van het licht. Voorspoed, geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart. Bij het Diwali-feest gaat het om het goede dat het kwade overwint. Voorafgaand wordt het huis schoongemaakt. Er wordt veelal door de Hindoes over een bepaalde periode geen vlees gegeten of alcohol gedronken. Zo maken zij zich van binnen schoon. Dan wordt in de donkere nacht van de nieuwe maan het hele huis verlicht met dia's. Het is een feest voor iedereen, voor jong en oud, man en vrouw, arm en rijk. Diwali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wordt namelijk altijd geassocieerd met succes en hoop. Ontheffing aanvragen van SZF-klapper geneesmiddelen en verbruiksartikelen waarvoor een machtiging vereist is. App naar 860-4817 of mail naar mdgnm@staatsziekenfonds.sr. Stuurt u een foto van het door de arts ingevulde medicamentaanvraagformulier, uw recept en uw geldige SZF-kaart. Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust naar 134. Sabiu Bobby, ken je borsten? Elke knobbel is een onderzoek waard. Een vroege ontdekking kan levensreddend zijn. Schaam je niet en doe tenminste één keer per jaar een borstonderzoek. Je bent niet minder vrouw na een borstamputatie. Wij willen ten overvloede onder uw aandacht brengen dat uw nota of kwitantie 2 maanden geldig is en wel te rekenen vanaf de datum die daarop voorkomt. Voor een goed verloop van zaken wordt u verzocht hiermee rekening te houden. Uw
Gezondheid is uw prioriteit. Gezond eten en dagelijks een half uur bewegen houdt u fit. En hoe prettig is het niet als je voor het bewegen niet uit huis hoeft te gaan? Doet u sportief mee? Goeiedag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag hebben we Vanessa, geen onbekende, ze traint bij mij. En we gaan nog door met stretchen. Vandaag doen we een ander deel van stretchen en dat is dus uit elkaar staan, tot hoe ver u kunt. En dan gaan we aan deze kant. Je armen proberen te brengen naar je voeten, tenen, houden. En terug naar boven en aan de andere kant. Je mag het 5 tellen houden en regel je ademhaling. Je been moet wel gestrekt zijn, het blijft gestrekt. Yes? Oké, tot de volgende week. Bye bye. Per 27 augustus 2024 geeft de Stichting Staatsziekenfonds geen samenwerking meer met de Stichting iCare. Dit houdt in dat alle verzekerden vanaf de bovengenoemde datum niet meer op kosten van het SZF gebruik kunnen maken van de diensten van de Stichting iCare. We kunnen ons goed voorstellen dat u zich afvraagt waarom wij pas vandaag met een bekendmaking komen over de stopzetting van de samenwerking met de Stichting iCare, terwijl dit vanaf 27 augustus 2024 al speelt. De reden hiervoor is dat wij nog maar kort geleden verwittigd zijn door de Stichting iCare. Over maatregelen die zij reeds op 27 augustus 2024 hadden genomen. Indien wij hiervan eerder op de hoogte waren geweest, hadden wij u uiteraard ook tijdig geïnformeerd. Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Relationship Management op 477-101, toestel 266 of 281 of 302 of naar onze website www.szf.sr. Onze excuses voor eventueel ongemak. Wij rekenen op uw begrip en uw medewerking. Yugo sontu, na outu mi verantwoordu. Yugo sontu en uw veiligheid na unu verantwoordu. Tap afstand vanuit uw osso of rokopresi, u kan sit tutori nanga SZF online diensten. U naf kong na SZF kantoro fu verleng uw karta. Sit uw ontheffing of schrijf u in. U kan bel of sin wan boskopu via Facebook, e-mail, noso WhatsApp. SZF of sitting you. U kan bel tapa telefoonnummer 134. Voor actie Moro Info, abra de SZF online diensten. SZF online diensten, give me nanga you. Een gezond SZF, dat kan. Houdt u de wachtdienst van dit weekend in de gaten? Dit doet u via het servicenummer 148, onze website, Facebook en Instagram pagina's. De wachtdienst, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF. Voor meer informatie belt u naar het nummer 134. Dit was SZF Magazine voor deze week. Wij hopen dat deze informatie nuttig was. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd bellen naar het nummer 134. Wij bedanken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering. U aangeboden door uw trouwe zorgpartner, de Stichting Staatsziekenfonds.
Een gezond SZF. Dat kan.